she never felt that. Dance was for them back. En dan gaan we ook een gouden oude maken van Johnny and the Hurricanes. Met 7 miljoen weer gaan. Zes met z'n meen heeft het ook gespeeld, maar wij spelen op onze eigen stijl. De karaoke.
Domino, Street Rose hebben we toch al gespeeld.
afhankelijk van de succes. En over literature, keep it knocking op onze eigen manier. Olle, een beetje zacht in mijn jaar. De monitor, een beetje zacht in mijn gitaar.
capek. Zijn ze goed of zijn ze goed? Dit jouw gitaar. Even rustig aan, Ben. Ik ga jou straks aan mijn karo, ja? Ja, hebben we allemaal een beetje de leeftijd, jullie mensen. Ik ga ze natuurlijk even aan u voorstellen hoe het je heen wordt, hè? Ja, oh ja. Ja, lieve mensen, ik begin met Eduard de Blok op de gitaar. Henry van Helvoort. Henry op de keyboard. En dan hebben we onze drummer, niet te vergeten, Rock uit. En dan de man, de smaal. Mijn vriend uit onze wereldstad, Dordrecht. Wij zijn buren, bijna buren van elkaar, we zien elkaar nooit. En wel, de wel sympathieke man uit Dordrecht. En natuurlijk van vele formaties. Ik heb hem altijd zo hoog geacht, deze jongen. Niemand meer dan Ben Pea! En dan kom ik natuurlijk onder leiding van... Lieve mensen, het is leuk om te vertellen. En het is een anekdote. Dan zeggen ze van, wanneer ben je de muziek ingegaan? Als ik deze vader van hem nooit gekend heb, zou ik nooit de muziek ingegaan zijn. En wel, zijn vader, ja, pa, Poetieraai zag mij lekker rock en rollen. En toen zei hij echt op zijn molens nog tegen mij, hé jong, nu doe ik. Bisa dansa, bisa nyanyi. Ik zeg, ik kan alleen maar nyanyi. Ah, bisa dansa. En toen zei hij van, kom maar een keer bij mij thuis. En Ben zei tegen mij, we hebben een klein gezinnetje. Ik kom naar binnen, waren 10 man. En dan hadden we nog geen televisie. Hè? En maar kan je boek aan mij? Moeder altijd maar koken. En de kinderen maken in een menu van tijd alles abis, zo'n hele grote pan. Met 10 kinderen, wat meer. En Ben zegt, Edu, vergeet niet, toen was er ook nog geen tv. Oh, je hebt gelijk, Ben. Ja, ze moeten wat te doen hebben, hè. Daarom, dankzij vader natuurlijk, mag ik, ben ik maar voor u, wat ik nu ben, dankzij vader. En daarom ben ik altijd dankbaar. Ik weet nog heel goed dat de Molukse wijk tegen mij, hé, hey, Edu Poetieraai, hallo. Dat komt nog niet altijd bij de 11e kind ben van u. Lieve mensen, dit geheel en hij heeft zo lang en leuke furoren gemaakt in zijn loopbaan, niet te geloven. Hij begon op zijn 13e jaar en ik bracht hem nog een keer mee naar de Tielman Brothers in Palais de Lens. Ik heb nog een kelle haren, man. En het was zo nu, degene die ooit de Palais de Lens gekend hebben, dat is echt duur drinken, hè, voor een pilsje limonade, 7,5 gulden toen tijd. Arto, hij drinkt, goh, nog lekker, hey, rustig aan. Nu, 7,5 nee, zo niet, gewoon nipjes. En dat voor de hele avond, man. Hij schrok in, 7,5 gelijk terug. Ongelooflijk, maar dit is in het geheel onder leiding natuurlijk van mijn broer.